We gaan vandaag kijken wat Zeewolde aan toerisme te bieden heeft. Op het Tulpeiland, toeristisch overstappunt. Er is heel veel te beleven, natuur, watersport. En het is leuk om daar ook daadwerkelijk een kijkje te kunnen nemen. Ik denk qua watersport dat het een locatie wordt waar mensen naartoe gaan. Op het bijzondere, je kunt het aanprijzen. Kijk naar Tulpeiland. En het is gewoon mooi. Een top is een plek van waaruit je je auto kunt parkeren en iets kunt gaan ondernemen. Je kunt gaan wandelen, kunt gaan fietsen, terugkomen, een kopje koffie. Het is een overstap of een opstappunt. Ja. Rondje, ik vind het leuk, toen ik dit de portefeuille kreeg, dacht ik, ja, ik kan al wel zeggen, over naar de gemeentehuis toe, dan gaan we een verstandig gesprek voeren. Ik vind het leuk dat ik vraag aan de wethouder, neem me nou mee naar de belangrijkste toeristische attracties in je gemeente of waar wat speelt. Gaan we daar even kijken en met de mensen praten, dan krijg ik een veel beter beeld. Net ook even gesproken met de eigenaar van Fika. Hartstikke leuke, meer dan een strandtent, die ook in de zomer en in de winter tal van activiteiten ontplooien. Waardoor het echt gewoon een hele mooie, bruisende, toeristisch aantrekkelijke plek in Zeewolde in Flevoland is. Ja, het is een prachtige plek, heel veel ruimte, heel veel verscheidenheid, mooi dicht bij het dorp en een hele lange traditie al wel. Maar het is een beetje een pareltje, ontdekt pareltje, want je had er wel van gehoord, maar dan zie je hoe groot het is, hoe afwisselend. Hele mooie woningen aan het water, op het water, ook gewoon prima plekken in het bos, mooie plek. Laatste stop, hè? Scoutinglandgoed hier in Zeewolde. Fantastisch terrein, heel mooi plan voor een avonturenhuis. Waarin je ziet dat heel veel jongeren van Scouten, maar ook van anderen hier kunnen gaan genieten van de natuur. Past natuurlijk prachtig bij Flevoland. Is ook een vorm van placemaking. Allemaal jongeren komen hierheen, komen naar Flevoland vanwege de natuur. De combinatie water en bos. Dit is gewoon een hele mooie en belangrijke ontwikkeling die ook in toeristisch opzicht dit gebied weer op de kaart zet. Als gemeente kun je het niet alleen, als overheid. Als ondernemer kun je het niet alleen. En het is een hele mooie ronde. En dan zie je dat toeristisch recreatief Zeewolde heel veel te bieden heeft. En dat is mooi om met eigen ogen te kunnen zien.